Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. In deze video laten we jullie het allerbeste categorie 1 vuurwerk zien wat je op dit moment kan kopen. Natuurlijk gaat de Lidl en de Aldi ook nog verkopen. De Lidl al komende zaterdag en de Aldi wat later in het jaar. De Lidl video die komt zaterdag in het begin van de middag online. Dus ben je nou benieuwd naar die video, zorg dan eventjes dat je abonneert en het belletje aanzet om hem niet te missen. Oké, jongens, dan beginnen we bij de beste ratelinten en de goedkoopste ratelinten die je voor het geld kan kopen. Zoals jullie wellicht eerder hebben gezien in onze Action video, zijn dit de ratelinten van de Action. Cat One heten ze, zitten er 24 in. Nou, gaan we ook eventjes een paar vertesten van jullie. En daarna gaan we naar de allerbeste ratelinten toe. En dat zijn de Kalashnikovs. Eerst eentje. En volgens mij, zoals jullie wellicht kunnen zien, zit hier zo'n soort stroboscoopje in, of niet? Ja, een beetje een flitserig effect. Dan gaan we nu even een heel pakje, nou ja, het grootste gedeelte van het pakje tegelijkertijd doen. En deze zijn dus 2 euro. Ja, dat is wel echt een beetje het plofferige, hè? Maar deze jongens, de Kalashnikov van Klasek, deze komen bij Knalkate vandaan. 50 centimeter, we hebben deze al eens getest. En ik vind eerlijk gezegd dat deze nog best wel, nou, minstens zo goed gaan als de knetterlinten van de Aldi van eerst. Ik weet niet precies wat ze kosten en je kan ze dus halen bij Knalkate. Je hebt hier ook een kleinere verpakking van, dan heb je ratelinten van 20 centimeter. Zie je? Je hebt echt goede knetten. Ja. Deze gaan we echt heel goed. En dan gaan we nu even kijken of ze nog beter gaan. Denk het wel. Als we het hele pakje doen. En je ziet ook aan die knetten die er dan, uitspringen. Die zijn best wel goed. Dus dit is echt wel een aanrader, hoor, jongens. Kijk, dit zijn dan die Kalashnikovs van 20 centimeter. Gaan we even kijken of deze even hard gaan. Ja, die gaan precies even hard. Nou, dat hebben we niet. Het volgende product zijn de Pili Crackers van de Xenos. En in tegenstelling tot andere Pili Crackers geven deze Pili Crackers nog best van. Jongens, hoe vaak moet ik nog Pili Crackers zeggen? Nee, dat is niet normaal zeg. Geven ze best wel een groot effect. Dus jongens, komen ze aan de Pili Crackers van de Xenos. Oh, op zich, die zijn wel goed. Ik moet zeggen, jongens. Vervolgens hebben we dan de XXL grondbloemen van Comet. In een normale grondbloem zit ongeveer 1,8 gram kruid en in de XXL grondbloemen 5,1 gram. Ze tollen best wel goed. Komen ze aan, jongens. Je kan ze trouwens kopen bij Pro Pyro. Best wel leuke dingen. Komt ie aan. Er nog eentje gehad. Niet normaal, hè? Zo. Vervolgens hebben we dan deze knetterrotjes. En eigenlijk zijn ze een beetje te vergelijken met het knetter wat je uit de Klaassen knetterlinten hebt. Ze gingen best wel goed, want zoals jullie hier zien, we gaan ze ook afsteken tegen een beetje muur aan. Dus het geluid weer kaatst heel mooi terug. Ze zijn best wel leuke dingetjes voor het geld. 3 euro kosten ze volgens mij. Ze schijnen heel hard te gaan. Het volgende product is de Schreihals van Funke. Kijk, je kon ze eerder ook gewoon in deze verpakking kopen, dus per 10 stuks of per 100. Deze kan je helaas nergens meer krijgen in Nederland. Maar wel, jongens, bij AW Fireworks. Want in de video van komende zaterdag bij de Lidl gaan we dus een winactie doen dat je dus kans gaat maken op één van deze pakketten. Dus wil je nou kans maken op 100 Funke luchthuilers, check dan sowieso eventjes de video van komende zaterdag. Maar dan gaan we voor nu de Schreihals testen. Deze kan je bijvoorbeeld nog bij TP Vuurwerk, dat is een tankstation, kan je deze halen. En degene die ik net liet zien waren dus de blauwe. Maar je hebt dus ook, dit is dan zonder vlam, dit is zilveren vlam, rode vlam, groene vlam en een knettereffectje. Dus gaan we ze even naast elkaar zetten en allemaal tegelijkertijd doen.
Oorverdovend. Zo. Maar mocht je nou... Ik heb nog steeds een piep in mijn oren, moet ik zeggen. Maar mocht je nou die schraaihals niet kunnen krijgen, dan zijn deze misschien wat eerder beschikbaar. En dan gaan we deze eventjes testen. VS een Funke luchthuiler. En dan pakken we niet de gekleurde, maar dan pakken we even de gele. Dus dan doen we eerst even een gele Funke luchthuiler. Kijk hoe ver die... Kijk, die schiet dus echt hard weg. En dit is dan ook een luchthuiler. De Scream. Scream. Maar die gaat dan wat minder hard, hè? Duur ook wat minder lang. Ja, dus sowieso als je die luchthuilers nog kan krijgen, zeker halen. Vervolgens hebben we dan de bonsaifonteinen. Ze zijn echt ontzettend klein, bijna een van de allerkleinste katheenfonteintjes die je kan kopen. Behalve die dingen die dan in het pakket zitten natuurlijk. Maar voor 80 cent heb je echt een fontein die best wel hoog komt. Je kan deze zover ik weet bij ProPyro kopen, maar er zullen ook vast nog wel andere winkels zijn in Nederland waar ze te koop zijn. Moet je wel snel zijn, want die dingen zijn meestal zo uitverkocht. Ik probeer hem er helemaal op te krijgen, maar... Vervolgens hebben we dan hier de flashbacks van China Red. Deze kon je bij ons in de buurt voor 2 euro krijgen. Maar de meeste intratuins die hebben ze of voor 2 euro of voor 3 euro. En je hebt dus in totaal 12 van die flashbangers. Hoe heet die dingen? Ja, flashback. Je hebt dus 6 groene en 6 rode. Dit zijn de groene en die duren ontzettend lang deze. Ja, dat is best wel een goede knetter. Vervolgens hebben we dan de Bengal Foyers. Deze kan je nog wel gewoon in België halen of bij ProPyro. ProPyro jongens zit in Duitsland zoals jullie weten. Maar je kan ook gewoon bij hun een bestelling plaatsen en dan kan je het op 18 verschillende locaties in Nederland ophalen. Wel hebben ze een ander label gekregen, maar toch behoort dit toch wel tot een van de beste categorie 1 vuurwerk wat je kan kopen. We hebben de kleuren geel, even kijken, blauw, roze. Volgens mij hebben we alle kleuren. En hier komt er toch een rook vanaf jongens. Ja, ik vind die paarse toch echt wat moois hoor, en die blauwe. Paars en blauw vind ik ook het moois. Ik heb afgelopen. Dan hebben we hier de Cat One. Dit zijn Knetterkings van de Action voor 4 euro. Zitten er in totaal 12 in. We hebben hier al meerdere pakken van gehad. En de ene die gaat wel beter dan de andere, moet ik zeggen. Als je een goed pakket hebt, dan spuiten die dingen ook goed hard over de grond. Dus gaan we eerst eens even kijken, zoals deze hier. Die is helemaal... Zit er wel een lontje aan überhaupt? Nee. Je hebt echt goede fluit en goede knetten. Even kijken hoe ver die komt. Of die überhaupt ver komt. Het is wel een beetje een stroeve ondergrond. Dat moet ik ze even meegeven. Maar die fontein die is prima. De fluit is goed. De knetter valt dan wel weer mee. Ik vind de knetter in vergelijking met veel andere knetterproducten dit jaar wel goed. Ja.
Oké, jongens, dat waren dus alle producten die wij tot op dit moment aanraden. Vond je dit nou een leuke video? Zorg even dat je abonneert. Laat even weten wat jij nou goed categorie 1 vuurwerk vindt. En ik zie je weer terug bij de volgende video.